dosa, chicken masala, butter chicken. Yeah. Naan bread. Thank you, sir. Het is 5:30. Ik weet, je moet op zo'n eerste dag zo lang mogelijk wakker blijven om zo snel mogelijk in het ritme te komen. Maar het is ons niet gelukt. We zijn op bed geploft en we zijn in slaap gevallen. Ja. Ondertussen zijn we een beetje aan het rommelen hier op de kamer. Ilori heeft lekker thee gezet. En mama is haar... Wat ben jij gaan doen, mama? Oh, ik heb hier mijn eigen studio. Ik laat het wel even zien. Allemaal nagellak. En ze heeft haar teennagels mooi gedaan. En Charlotte Razzo, dankjewel. Elke dag een andere kleur. Ja, nu heb ik de tijd ervoor. Onthaasten. We gaan ons nu klaarmaken om iets te gaan eten. We hebben al een idee waar. Dat laten we je straks zien. En voor de rest zien we wel wat Bangkok ons te bieden heeft. Social media. We hebben een vraag binnengekregen van Kilian Weijers. Hij vroeg hoeveel de taxirit kostte van het vliegveld naar het hotel. De chauffeur vroeg ongeveer 400 baht. Ik gaf hem 500 baht. En dat is omgerekend ongeveer 15 euro. En dat voor een taxiritje van een half uur. Valt mee toch? Social media. Op naar de Skytrain. Die komt op. Het is misschien niet het meest gezellige restaurant, maar je hebt hier heel veel keuze. En het is allemaal super lekker en heel goed betaalbaar. En als je druk hebt, ook nog live muziek. My heart is down, my head is turning around. There's a little little girl in Kingston town. My heart is down, my head is turning around. There's a little little girl in Kingston town. Ik heb zin in een toetje, dus ik ga nu kijken wat ik kan, ja, scoren. Ik heb net een pannenkoek gehaald en het ziet er zo uit. Een bolletje vanille met een pannenkoek, chocolade in de pannenkoek en chocolade eroverheen. Hey, Ilori, hoe laat is het eigenlijk? Het is volgens mij 10 uur. Mag je nog zo laat opblijven? Nou, normaal gesproken niet, maar ik moest vakantie dus. Kijk, ze zitten, de zeemeerminnen. Dat is toch een zeemeermin? Beetje duidelijk hoor. Een soort van mango. Een soort van? Ja, een soort van. Het is hard, maar het ziet juist lekker aan. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga het filmpje monteren. Doei! Het is 2:15 's nachts.
van op let. En ik ben bezig om het filmpje op YouTube te zetten. Als je denkt, wat heb ik voor rare dingen aan? Dat is de badjas van het hotel. Want het is hier zo ontzettend koud in verband met de airco. Ik ga slapen. Welterusten, man.